lieve mensen, mijn naam is Kelvin, ik Calvin. En vandaag zit ik hier weer speciaal om eens keer hem te gaan roosten. Het is een tijdje geleden dat ik iemand heb durven te roosten. Nou ja, het gaat niet zozeer om durven, maar het is meer het feit dat het gewoon tering veel werk is om vaak grappen te bedenken over YouTubers waar we eigenlijk helemaal niet zoveel grappen te vinden zijn, maar toch wel. Ik heb dat in het verleden ook wel eens een keer gedaan. Dat heb ik gedaan bij onze grote vriend Giel van StukTV. Zo lijkt het voor zijn doelgroep alsof hij een volwaardige baard heeft. Zijn doelgroep komt namelijk niet hoger dan dit. Ik heb Gio Latoy geroast. Volgens mij heb je echt seks gehad met je zus. Is dat zo? Heb je ooit seks gehad met Gio? Ja. En als klam op de vuurpijl, Dylan Hagen. Dit is een foto van tegenwoordig en dit is een foto van 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. En begrijp me niet verkeerd, ik doe dit niet om mensen zich kut te laten voelen, om mensen te pesten. Want ik vraag altijd aan de YouTuber van, joh, vind je het goed als ik dat doe? En dan zeggen ze ja of nee, weet ik van. En we hebben ook nog de live reactie van de YouTuber, zodat jullie weten dat ik geen fitty heb met al deze YouTubers. Ben je prikken toch, man, bro. Ja, jullie weten allemaal ongetwijfeld wie super gaande zijn. Dat zijn Nessie en QC, dat zijn toch wel ja, de meest grappige YouTubers van Nederland. Ja, best wel redelijk. Jullie doen het leuk, jullie doen het zeer. Leuk. Voordat ik mensen daadwerkelijk ga roosten, moet ik me altijd even verplaatsen in de hoedanigheid van de persoon of personen. Dus dat ga ik dan ook maar eventjes doen. Komt ie. 3, 2, 1. Pak aan, mensen. Yo, bro. Hey, gebroken. Maar stiekem lijkt hij ook echt op ons. Mocht je afvragen, yo Kelvin, heb je nou speciaal voor deze video een hele Louis tas gekocht? Nee, dit is gewoon helemaal, I don't know, dit is gewoon... You see man bro, ja man bro, lekker man. Oké, Ness, heb geen disrespect, maar ik ga gewoon even verder als QC toch? Ja, oké, is goed, ja, hey. Lieve mensen thuis en lieve supergaande, zijn we klaar voor de officiële roast van supergaande. Let's go! Oké, weet je, voordat we beginnen wil ik even zeggen dat ik dit een hele spannende roast vind. Want tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog maar individuele YouTubers geroast. En nu moet ik in één keer 3 YouTubers roosten. Nessim, Q en C. Oh, QC is 1 persoon. Het zijn niet 2 mensen in 1 shirt. Oh, oké. Nadat QC was geboren werd er in één keer een wet aangepast in Nederland. Waarin stond dat je vanaf toen wel geboortekaartjes mocht terugbrengen naar de winkel. Want nadat QC was geboren bracht iedereen in één keer kaartjes terug waarop stond... Hey, gefeliciteerd met je tweeling. Zo. Laatst nam ik een video op met die boys van Supergaande. Toen heb ik stiekem even teruggekeken in hun browsergeschiedenis. En bij QC zag ik eigenlijk alleen maar fapvideo's van Sophie Milzink. Maar bij Nessim zag ik dat niet. Weet je, Nessim is die brave boy. Het enige wat ik bij Nessim zag was funandfeest.nl, lightinthebox.com, www.partycity.nl. Hij zegt wel dat je gewoon de ketting en nep zijn. Eigenlijk als je erover nadenkt zijn Nessim en QC gewoon de Timon en Pumba van YouTube Nederland. Alleen QC, het is Hakuna Matata, niet Hakuna Patata. Ik snap het niet. Even eerlijk, waar is Supergaande nou precies goed in? Serieus, alles waar ze succesvol mee zijn, komt van andere mensen. Ik bedoel, Supergaande Talkshow, grote hit op YouTube, man, sowieso. Komt alleen maar omdat je andere mensen uitnodigt. Oh nee, het rad van Supergaande is dan wel... Heb je ook andere mensen. Ja. Oké, maar dan hebben ze altijd nog de interviews, die ze wel helemaal... Nee, het enige grappige aan die interviews is ook eigenlijk de mensen die ze in... Oh ja. Zelfs bij muziek hebben jullie andere mensen nodig. Letterlijk, jullie meest bekeken video is een liedje wat bedacht is door een random dude op straat. Pardon? En het is een hit. Ja. Goud. Oké, we kennen natuurlijk allemaal, weet je, pardon doe normaal. Eens lekker nice voor één. Pardon. Maar laten we even luisteren naar de tekst, oké? Pardon, doe normaal. Kijk niet raar als ik je moeder paal. Maar ja, Nessim, luister vriend. Als jij één keer naar een andere chick kijkt, überhaupt op straat, dan geeft Mirjam jou een stoot. Ik heb nieuwe haar, dat wordt kammen. Ik heb nieuwe haar, dat wordt kammen. Nessim, om zeg maar haar te kammen heb je dit nodig. Dit is haar. Als je een kam over jouw hoofd heen haalt, voelt het nog steeds alsof je een kam over een kokosnoot heen haalt. Ja, vind je leuk, hè? Laat jouw kapselen zien, lul. En wonderful. De stacks meer kleuren dan Skittles. Mijn stacks meer kleuren dan Skittles. Er zitten letterlijk per zakje Skittles 5 verschillende kleuren. Dus als je 5 verschillende kleuren biljetten zou hebben op zak, dat zou betekenen dat je 15, 20, 50, 100, 200, 385 euro op zak hebt. Oh, making money, man. 385 euro. Oh, damn. Ik wil nog heel even hebben over de supergaande talkshow. Want als je erover nadenkt, is dat eigenlijk de grote Nessim talkshow. Q zegt letterlijk niks. Als je een doof, stomme zitzak met een Louis tas naast Nessim neerzet, krijg je waarschijnlijk nog een diepgaande interview dan nu. Oké, het is misschien een beetje lullig om over QC te beginnen, dus laten we gewoon nog even doorgaan over QC. Hier zien we 2 hele schattige foto's van QC als kind. Oh my god! Als je afvraagt waar ik deze foto vandaan heb, die heb ik uit het Guinness Book of World Records gehaald. Bij records onder de categorie het kind wat het langst moest wachten op een adoptiegezin, omdat letterlijk niemand hem wou hebben. Oh.
zo kan je niet zijn, man. Serieus, als je kijkt naar de foto's van QC toen hij klein was, weet je, foto 1 denk je, oh man, this motherfucker cute, man. Je denkt echt van, ah, dit is echt een goede jongen. Als hij later groot wordt, wordt hij vast een verantwoordelijke grote man. Bij foto 2 is hij nog wat ouder en dan denk je, ja, inderdaad, nog steeds een goede jongen. Een voorbeeld voor de allochtone jongeren in Nederland. Lekker. En dan wordt hij nog een paar jaartjes ouder en dan kom je bij foto 3 en dan denk je bij jezelf, oké, laat me zitten. Ik zag trouwens een hele leuke foto van Nessim en QC samen. Moet je even kijken. En je vraagt je af, yo, waar is Q op deze foto? Nou ja, als je even inzoomt en nog even, als je even wat verder kijkt. En als je dan, ja precies, als je hier even en dan even, ja. Kijk, daar is hij. QC! Nee, serieus, als je googelt op QC, dan zegt Google, hey, bedoelde u niet duim met baard? Echt een tering, duim met baard. Oké, Q, je hebt gewoon een beetje een dik hoofd. Oké, dat is prima. Ik heb zelf ook een dik hoofd, maar ik ken één persoon die nog een dikker hoofd heeft. En dat is Nessim, net na zijn haartransplantatie. Oké, weet je, Nessim, je bent een goede jongen, je bent verstandig, je bent ook aanwezig. Dus het leek me leuk om het even te hebben over iets wat totaal niet aanwezig is, namelijk je haar. De enige reden waarom Nessim tegenwoordig relevant is door zijn haartransplantatie. Als je googelt op Nessim, dan krijg je alleen maar suggesties over zijn haar. Nessim, Naji, Nessim, haar. Nessim, Naji, haar. Nessim, Naji, haarimplantaat. Schijnbaar kon hij onmogelijk leven met het feit dat hij een beetje kalig werd. Een beetje kalig. Als dit een beetje kalig is, dan ben ik een beetje blank. Oké, primeurtje, ik heb een foto kunnen vinden van Nessim met vet veel haar. Moet je kijken. Oh, dat is zijn vader. Zelfs toen Nessim nog een kleine boy was, had hij al gewoon kale plekken op zijn hoofd. Moet je kijken. Hoe kan je dan al kalend zijn? Nessim, kaal of niet, je hebt het wel ver geschopt in het leven. Je bent succesvol, dat is tof. Je staat eigenlijk altijd op de trendingpagina van Pornhub onder de categorie cumshot. Gefeliciteerd. Nessims haar is eigenlijk hetzelfde als QC's verantwoordelijkheid met geld. Het bestaat niet. QC zat in de schulden, oké? En dat is natuurlijk erg. En dan denk je van, ja, weet je, hoe kom je dan in de schulden? Is dat door drugs of alcohol, criminaliteit? Nee. Het begon allemaal bij Wehkamp. Wehkamp. Wehkamp is de duivel. Eerlijk. De ene koopt een Louis tas en de andere koopt wat, laten we zeggen, kooikarpers of zo. Zijn nou echt of Louis of kooikarpers? Er zitten nog heel veel dingen tussenin. Bijvoorbeeld luiers voor je dochter. Of collegegeld voor als ze later groot is. Of even naar sparen. Oké, dat kan ook. Ik zag laatst nog een leuk spaarvarkentje bij de Wehkamp. QC had vroeger zo weinig geld dat hij alleen maar petjes droeg van YouTubers die hij gewoon gratis had gekregen. Klinkt heel diep of zo. Maar ik denk dat die tasjes soort van net als Lord of the Rings. Dan heb je zeg maar Frodo die ring krijgt en ik denk, dat is ook met Louis dat je denkt, ah, my precious. En de prijs voor de meest overdramatiserende dude ooit met betrekking tot het hebben van geld gaat naar QC. Lord of the Rings reference, yeah! Ja, hé, maar ik draag geen Louis meer. Hij had vroeger ook ambities om in de politiek te gaan. Serieus, ik zag laatst een aantal oude tweets van hem waarin je overduidelijk kan zien dat hij in de politiek wil. Als ik minister word, moet er in elke stad KFC komen. Hashtag partij van de QC. Ik stem morgen op FIFA 13. Geert Wilders moet eens een goede Zina ontmoeten, dan mag iedereen blijven. QC for president! Dat zijn hele oude tweets. Er is trouwens een quiz op het internet, dat is echt fantastisch, die heet Hoe supergaande ben jij? Dat is echt top. Laten we even kijken. Heb jij altijd al net zo willen zijn als QC en Nessim? Doe deze quiz en kom erachter. Vraag 1. Wat is dit? A. Geen idee. B. Geen idee. C. Geen idee. Maar als je het bij de Wehkamp kan halen, dan wil ik het sowieso. C man bro. Gefeliciteerd, je bent 100% QC. Hey! Hoeveel procent Nessim ben jij? Wat zeg je tegen Mirjam als ze ziet dat je stiekem aftrekt op Monica Geuze vlogs? A. Nee man, Monica is gewoon meer een mattie. A. Je bent 100% Nessim. Ik wil geen B of C. Hey. Oké, Nessim, ik heb je misschien een beetje te hard aangepakt, dus laat toch even doorgaan. Is goed joh. Oké, weet je, Nessim heeft gewoon verschillende imago's en je kan hem misschien kennen van het presenteren of van het vloggen. Want hij vlogt letterlijk alles. De operatie aan zijn hoofd, chillen met zijn matties, de eerste keer seks met zijn chick. Ze was wel maag, dat wel. Ik kwam een liedje tegen van Nessim waar je gewoon ziet dat hij echt een gangster is. Dat is echt nice. Oh, het is beter voor je als je bij me blijft. Nessim is gewoon een gevoelige jongen. Nessim, je bent gewoon een hele gevoelige jongen. Het is zo lief dat je je 10-jarige zusje dit hebt in laten zingen. Het is beter voor me als je bij me blijft, schat. Ook al haat je mij soms echt. Je krijgt spijt als je me later met een ander gaat zien. Dat is eigenlijk gewoon gekopieerd van een ruzie die Nessim thuis heeft gehad. Het is beter voor me als je bij me blijft, schat. Nessim gewoon gelukt om dat cue te laten klinken. Ja, dat is knap, dat is knap. Oké, Nessim heeft een vrouw. Dat is echt zijn vrouw. Ze heet Mirjam. Volgens mij ben je super lief, Mirjam, als je kijkt. Hey, hi. Maar laten we even kijken naar een foto van hun gezinnetje. We zien hier Mirjam, een poesje en een kat. Iemand vertel mij, hoe kan zo'n knappe chick kiezen voor zo'n lelijke? Waarschijnlijk de enige reden waarom ze heeft gekozen voor Nessim's pick is omdat Turks Fruit haar favoriete film is. Maar je vraagt je natuurlijk af, hoe hebben Mirjam en Nessim elkaar ontmoet? Weet je, hoe is dat gegaan? We hebben elkaar ontmoet op
Twitter. Romantisch, romantisch. We hebben elkaar eens ontmoet op Twitter. Dus ik ben eventjes terug gaan zoeken in Nesim's timeline. Om te kijken of ik hun ontmoeting een beetje heb kunnen vinden. En het enige wat ik kreeg was, ja sorry, heb een date met Miriam Fares. Now playing, Miriam Fares. Miriam El Amadi. Nesim was stiekem vroeger verliefd op een of andere Miriam Fares. En ik heb geen flauw idee wie dat is. Dus ik ben even gaan googlen. En ik zie een chick die lijkt gewoon best wel veel op je vrouw, Nesim. Maar het is niet dezelfde persoon. Je hebt de verkeerde. Nesim, je hebt de verkeerde gekozen. Abort mission, abort mission. Mijn vrouw is knapper. Feit is gewoon, Nesim was ooit straat en nu leeft hij onder de duimen van zijn vriendin. Zo simpel is het. Ik bedoel, kijk alleen even naar zijn intro. Vroeger was dit zijn intro. Maar tegenwoordig is dit je intro, Nesim. Als we zo doorgaan, heb je over 2 jaar deze intro. Nesim, lang verhaal kort, je stoere imago is gewoon niet meer zo aanwezig. Dus laten we het even hebben over iets wat wel aanwezig is, namelijk Nesim's neus. Als je googelt op Nesim Nazi, dan krijg je van Google, hey, bedoelde u niet proboscis aap? Nee, ik maak geen grap. Toen ik laatst naar Nesim's huis wou rijden, stuurde Google Maps me naar de apenhub. Maar hij heeft zelf een dikke neus, man. Ja. Oké, je mag dan wel een apenneus hebben, maar je komt wel regelmatig op de trendingpagina van YouTube, onder de categorie dieren, samen met Gio en Armo. Ik hoor jullie denken, oké, Kelvin, moet je niet een beetje oppassen met het roasten van die boys van Nesim en QC, want ja, het zijn grote gasten. Weet je, ze hebben matties, voor het weet staan ze voor je deur met al hun neven en dat snap ik. Maar er was een tijd dat Nesim en QC niks anders deden dan wat ik nu net heb gedaan. Namelijk mensen roasten, mensen dissen, mensen kapot maken. Dat was de gouden tijd dat Nesim en QC nog meededen aan Punch-Out Battles. En als je niet weet wat het is, dat is eigenlijk gewoon het dissen van 2 rappers tegenover elkaar. Zo van, hey, jouw moeder, nee, pak jouw moeder. Heel even tussendoor, laat even in de comments weten welke YouTuber ik nog meer moet roasten, want hey, I'm not finished yet, boy. Goed, even terug over het Punch-Out Battles verhaal. Zij waren dus eigenlijk gewoon freestyle rappers die elkaar aan het dissen waren. En dat is eigenlijk precies wat ik nu doe. En weet je, ik ben bewust van het feit dat bepaalde mensen deze roast misschien niet zo leuk vonden. En speciaal voor jullie heb ik zoiets van, weet je, vond je dit nou kut, deze supergaande diss? Weet dan wel dat dat is, omdat Nesim een pussy is. En QC nog meer, weet je, zo'n roast is lastig, pik, als je mij verbiedt om grappen te maken over je dochter en je chick. Oh! Ja. Ja, maar laat die beest nog eens zien. Wow. Hé, die was wel diep, man. Ik wil hem wel zien, man. Dat is helemaal mijn punch-out aanslaan. Ja. Ik heb wel gespaard, man. Waar ik mij gespaard? Bro, hij zei dat ik geen peppers koop voor mijn dode man. Ik gooi al mijn geld daar naartoe. Chapeau. Ik ga voortaan alleen nog maar tegen jou praten via Snapchat, want dan kan ik zien dat ik screenshots maak.